Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review hier bij Thomas Opens. Met een beetje barley wine. Barley wine in de vorm van Blitz Brewing's Barley Beast. Een 10% sterke barley wine met rogge. De ingrediënten zijn tarwe, rogge, hop, water en gist. Vegan friendly, bier is nog houdbaar tot oktober 2023. En de batch staat iets van 2170, dus 2021 en dan de zevende maand. In ieder geval, laten we het zo zeggen, hij kan nog een tijdje liggen. Het is een barley wine, die kunnen sowieso wel een tijd hebben. Ik heb dit bier mogen ontvangen van Blitz Brewing. We hebben allemaal wat bieren van ze gekregen, van de Dutch Beer Collective. En ik ben er heel eerlijk in, ik was niet altijd even onder de indruk. Ik heb één bier gehad, dat zat vol met butterscotch popcorn dingetjes. Dat zijn gewoon off-notes, die hoorden niet in een IPA. Diacetyl. Hun chocolate stout was ik erg van onder de indruk. En ik heb gewoon ook hoge verwachtingen van deze Barley Beast. Een barley wine met rogge. Het is geen rogge wijn, rye wine vermoed ik. Want anders hadden ze het dan rye wine genoemd. Maar rogge is gewoon altijd een welkom component in veel bieren voor mij. Barley wines, gewoon echt simpele, straightforward barley wines. Het is net alsof ze steeds minder en minder en minder gebrouwen worden. Wat een beetje bijzonder is, want barley wines is toch echt een heel erg populaire stijl. En ik heb het idee dat in Nederland gewoon de focus inderdaad heel erg ligt op de IPA's en de stouts. En ook op wat andere dingen, maar daar heel erg op. En dat die barley wines en die quads allemaal een beetje terrein verliezen. Dus ja, we gaan zien als je bij mij met een voorkoor. En ja, een rogge is gewoon een graan, dus ik reken het als voorkoor. Barley wine komt. Motherfucker. Nou, daar gaan we al. Altijd grappig. Hij zit heel erg vol, dus hij drukt een heel klein beetje. Man, hij zit echt tot de rand toe chockvol. Aan de ene kant is dit natuurlijk heel erg fijn. Want we houden allemaal van veel bier. Maar aan de andere kant is dat met het uitschenken en het openen soms een beetje kloten. Hij zit echt tot de rand toe chockvol. We maar schenken hem uit. Ja, qua kleur. Inderdaad mooi, soort van stroperig, karamellig. Ja, wanneer je dus zelf, ik weet niet of je wel eens zelf karamel hebt gemaakt, voor mij is dat al heel lang geleden, maar dan krijg je dus inderdaad, als je dan die karamel, die suikers een tijdje hebt staan, krijg je inderdaad zo'n beetje deze kleur, dat diep donker, oranje-roodachtig, je ziet hoe die eruit ziet, het ziet eruit als een barley wine, ongeveer een pinkie aan een beige schuimkraag, qua kleur en alles ziet er gewoon uit als we een barley wine moeten doen. De vraag is, doet hij het ook in de neus en in de smaak? Wat ik altijd even van tevoren moet zeggen, ik heb dit bier mogen ontvangen van Blitz Brewing. Dus deze video wordt gesponsord, slechts mogelijk gemaakt door Blitz Brewing. Dit is een onderdeel van hoe YouTube werkt, ik moet het erbij zeggen. Daar gaan we. We gaan eens even kijken wat hij doet qua neus. Zoet. Karamellig. Inderdaad een iets kruidige toon vanuit die rogge. Een soort van peppery spicy vingertje. Ding. Stroperig. Echt een soort van wanneer je dus. Als ik zou gaan denken dat ik een karamel maak. En dat ik dat verrijk met gedroogd fruit. Ik gooi dat dadels, vijgen en ik trek dat er allemaal in. Ik laat het een tijdje staan. Dat is de geur die ik hier verwacht. Licht stroperig. Hij heeft inderdaad dat soort van gebrande suiker, kandijsuiker, gebrande suikers, karamel dus. Heeft hij echt heel erg sterk in de neus. Een beetje tweedimensionaal wat dat betreft. Het is niet super intens spannend als in. Het is heel complex. Maar wat hij als barley wine zou moeten doen, komt er in principe wel door. Ik krijg een andere toon nog in de verte. Ik mis een beetje wat ik bij sommige van die barley wines wel een beetje het soort van dat chocoladerozijntjes dingetje krijg. Ik hou persoonlijk, maar een barley wine is best een heb je het over een American barley wine, een English barley wine. Er zitten wat verschillende in recepturen qua hoppen, qua mouten die je gebruikt. Je kan een beetje clearen. Dus het is niet zo fixed dimensional. Ik hou daar gewoon zelf van, maar in principe doet het wel wat een barley wine moet doen. Echt dat bol, dat dikke, stevige, grote, moutige, zoetige wat eraan van moet komen, dat komt er absoluut uit. Een soort van, het doet me denken op een moment, een soort van
Bread pudding. Bread pudding. Wanneer je dus bread pudding maakt. Zoek maar, ga maar eens googlen naar bread pudding. Dat je dus inderdaad wanneer dat in de oven gaat en dat wordt warm. En je krijgt al dat karamel, dat zoetige, dat bready, warm brood dat er doorheen is. Weet je, dat allemaal naar boven, dat bubbelende suikers die er vanaf komen. Met inderdaad, wat kun je doen met een bread pudding? Zeker als je een bread pudding maakt van bijvoorbeeld kerstbrood of zo. Dan krijg je inderdaad natuurlijk die gedroogde fruit en dat soort dingen. Dat kruidige toontjes van wat er allemaal door zit. Hij groeit, it's growing on me. I kind of like this. I kind of like this. We gaan even een slok nemen en we gaan even kijken wat hij doet qua smaak. Blitz Brewing, bedankt voor het opsturen. En proost. Hij heeft een mooi bittertje. Hij doet me echt meer denken aan een klassieke English barley wine dan echt een American barley wine. Een van de grote verschillen zijn natuurlijk wel de gisten die gebruikt worden, maar ook een American barley wine is veel hoppiger. Denk richting bijvoorbeeld, afhankelijk van hoe vers je ze drinkt, maar krijg je echt wel wat. Oh, wacht, 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 wacht. Hé, wat krijgen we nu? Kijk, ik wou net zeggen, een American barley wine is dus heel erg hoppig met fruitige tonen. En heeft vaak een beetje dat bittere ook van dingen zoals grapefruit, citrus en dat soort dingen. Afhankelijk van de hoppen die gebruikt worden. Een English barley wine is veel meer malt forward. En heeft, als die dus inderdaad een bitterheid heeft, vaak meer dat geroosterde bitterheid van de malten. Dat kreeg ik hier eerst. Het is net alsof je er een beetje tussenin zit. Dat kreeg ik eerst. En nu krijg ik een soort van bitterheid die doet denken aan die American barley wines die ik wel eens gehad heb. De laatste keer dat ik dat zo intens kreeg dat ik het eigenlijk niet lekker meer vond, was in Bigfoot van Sierra Nevada. Een versie die was zo ontzettend bitter en gallig en dergelijke, dat het niet leuk meer was. Dat is hier niet zo, maar wel een beetje die bitterheid. Een beetje dat soort van pomelo grapefruit bitterheid. Dus het zit er een beetje half tussenin. Ik denk dat ze gewoon een beetje gekozen hebben voor half om half. Gewoon een barley wine zonder echt specificeren. Ik ben benieuwd als ik hem straks wil inchecken op Untappd of hij hem aangeeft als een American barley wine of een English barley wine. Dat heb ik van tevoren nog niet opgezocht. Ja. Hoe meer ik het nou laat verwerken en die hoppen hun ding doen, heb ik echt meer het idee dat we toch praten. Het duurde even voordat het omhoog kwam. Ik had echt zoiets van, hey, dit is meer een klassieke English barley wine. Maar nu komen gewoon echt die karamellige tonen, die fruitige, hoppige bitterheid. Van inderdaad zoiets als een pomelo grapefruit, dat komt veel meer naar voren. Dat soort van citrusschil bitterheid. Dus ik heb toch het vermoeden dat als ik hem opzoek, en zeker omdat ik ook weet dat Blitz Brewing heel erg van hun hoppy ales is, dus IPA's. Zou het me niks verbazen als ze toch gekozen hebben voor meer een American barley wine. En dat is toch wel een beetje wat ik nu krijg, richting dat American barley wine. Dat caramel forward, dat bitterheid vanuit die hoppen. Ja. Het is een leuke barley wine. Is het de beste barley wine die ik ooit gehad heb? Persoonlijk nee. Ik hou van mijn barley wines met een beetje meer leeftijd. Ik vind mijn barley wines mogen dat ontwikkeling hebben van dat portificatie. Maar ook ben ik sowieso ook meer van de English barley wines. Dat zijn sowieso meer mijn ding. Dat gaan we net even, die karamel, dat wel, maar ook dat dadels, dat weet je, dat gedroogd fruit karakter, die bitterheid vanuit mout, iets meer chocolade karakter, vind ik net zelf even wat lekkerder, maar dat is ieder zijn eigen. Het is verder gewoon een leuke barley wine. Niks mis mee, doet gewoon precies wat het moet doen. Misschien niet super spannend, maar wanneer je gewoon een leuke gentle sipper, gewoon eentje die je makkelijk langzaam weg kan drinken over een uurtje of twee, terwijl je een leuke film kijkt of zo, is dit gewoon een hele toffe American barley wine. En als het geen American barley wine is, nou ja, dan zit ik helemaal fout, dat ga ik zo opzoeken, maar voor mij komt die over als een American barley wine. Wacht, ik kan het opzoeken. Ik kan het opzoeken, wat zit ik dom te doen? Wat sommigen van jullie weten is dat ik een tweede telefoon heb, een oude telefoon die ik gebruik als webcam voor StreamYard en dat soort dingen voor mijn livestreams. Dus ik kan gewoon, dat is niet Untappd, dat is IMDb. Untappd. Dus laten we hem eens even openen. Laten we hem eens even kijken wat Untappd zegt qua stijl. En als ik het goed heb, zou ik het goed hebben. Barley wine.
Zij geven gewoon aan barley wine. Niet specifiek American of English, gewoon other. Interessant. Als je dat opzoekt, barley wine other. A barley wine typically reaches an alcohol strength of 8 to 12% by volume and is brewed from specific gravities as high as 1.120. Use of the word wine is due to its alcoholic strength, similar to wine, but since it's made from grain rather than fruit, it's a beer. Dat. Grappig. Ik vind hem persoonlijk dus meer een American barley wine. Maar dat is persoonlijk. Dat komt gewoon omdat ik een beetje zo'n hoppig karakter in de finish krijg. Een beetje dat extra bittere. Vind ik dat erg? Eigenlijk niet. Want ik hou van mooi bittere bieren. En de zoetheid van die karamel komt daardoor mooi in balans. Dus dat is alleen maar top. Luister, zoek je gewoon even een leuke, back to basic, niet te mega complexe, maar leuk, gentle sipper, barley wine voor een leuke zondagavond op de bank. Terwijl je even een mooi kaarsplankje en wat chartreuserie of zo neerzet. Weet je, een mooi borrelplankje. Is dit hartstikke leuk? Is dit echt goed? Het is gewoon een mooi barley wine, punt. En ik weet dat ik misschien iets negatief klink, maar dat komt omdat ik van die hele mega rare, complexe barley wines gek vind. Maar ook ik vind dit lekker om gewoon, maar dat ga ik nu ook doen. Even op de bank hangen, even een leuke film of serie aanzetten. En hier lekker even aan nippen. En dat was het voor deze review. Vond je hem leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onderin omschrijving box links naar alle social media. Link naar de Dutch Beer Collective, link naar mysterybeer.nl. Als ik het niet vergeet, doe ik ook nog even een link naar Blitz Brewing. Laat wat comments achter en ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan, proost.